De Nijmeegse politie zocht dinsdag via sociale media naar een held. Die held zorgde er maandagmiddag voor dat een meisje zichzelf niet van het leven beroofde. Het bleek te gaan om Kemal Abis. Door de oplettendheid van Kemal is het meisje gered. Kemal vindt het lastig om na te vertellen wat hij precies heeft gedaan. Tja, moeilijk om uit te leggen hoor, maar. Uh, ik zag het eigenlijk zelf niet staan, maar een vriend van mij zag dat. Uiteindelijk uh, ja, ben ik over de haken ingesprongen zonder wat aan te denken. Heb ik die meisje van de treinrails uh, afgehaald? Ja, ze renden midden op het spoor. Volgens mij uh, wachten op die andere trein die aankwam. Ja, uiteindelijk dat is niet gelukt. Dat ik haar op, uh, weggehaald. Een meisje gaf niet zomaar op. Uh, meisje alleen, uh, laat me los, ga me gooien. Uiteindelijk zei ik, uh, dat ga je niet doen. Uiteindelijk heb ik haar naar de zijkant gehaald. Ja. ...aan veiligheid gebracht. Er waren meer omstanders, maar die kwamen niet in actie. Een vrouw, twee mannen. Uiteindelijk die vrouw belde de politie. En uh, die twee mannen zaten maar te kijken. Kemal is een held. Dat vinden heel veel mensen op Facebook ook. Facebook, held. Je bent super, top. Zulke complimenten. Ja, en nu... Uh, ja, ik ben blij wat ik heb gedaan. Verder, uh, verder weet ik niet. Gewoon doorleven.